sophisticated ready-made dance. Dus ik heb een idee gehad ongeveer 2 jaar geleden dat ik wilde in het esprit van Marcel Duchamp een werk maken, maar vanuit het idee van podiumkunst, maar met de principes van de ready-made principes van Marcel Duchamp van de jaren 50. Dus voor mij is het wel interessant om dit het idee van een boxmatch te nemen en dat als een soort kunstwerk te plaatsen. Mijn hoop was die aspecten van box om dat uit het normale sportcontext te halen en een soort draai te geven en een andere manier daaraan te kijken, als een dans ervan maken in feite. De voorstelling toont ons in ons soms meest pathetisch en meest belachelijk momenten. Dat is eigenlijk wat kunst kan doen. Dat geeft ons een soort gevoel voor wat is menselijk. Wat maakt ons belachelijk of mooi of tragisch. En voor mij was het heel erg interessant om de boxmatch, om daarin te zoomen. En dat te zien, wat is tragisch van deze momenten en daar echt aandacht aan te geven. Of wat is het meest hopeloos of hoopvol momenten. En daarin te zoomen. En humor. Wanneer zijn we zo belachelijk de gewelddadigheid van gewelddadig culte van box, dat is ook heel interessant. En dat is iets dat ik denk, als de voorstelling is klaar, dat neem je weg, dat neem je naar huis.